Van harte welkom bij een nieuwe aflevering van de Garde van Gert. Wij koken vandaag met een paar schatten uit onze Noordzee. En wie kunnen we dan beter uitnodigen dan Stefan Buijs om dat met ons te doen? Stefan, welkom. Dag Gert. Schatten uit de Noordzee is niet overdreven, hè? Nee. Schatten uit de Noordzee. Twee topproducten, Sint-Jacobsnoot en langoustientjes. En ik heb daar iets bedacht, een comfortfood gerecht. Dus dat wil zeggen dat zijn we niet tegen. Hè? Voilà. Iets niet te gesofisticeerd, maar wel heel lekker. En ik heb mijn inspiratie gehaald in de klassieke toast au champignon. Ja. Hè? Dat is zo'n klassieker. In de tijd zag je dat op al de grote restaurantkaarten staat. Nu zie je dat niet meer, maar dat is verdomd zo lekker. Hoe komt eigenlijk dat zo'n gerecht dan verdwijnt? Ja, ik weet het niet. Ik heb een gedacht dat... ik verdenk een beetje de pers die daar niet mee zo gelukkig mee is, die altijd iets mee wil, die altijd iets... En nochtans, die klassiekers, die grote klassiekers, die zijn echt goed. Hè, want... Je vindt dat nog wel eens in tavernes en zo, een toastchampion, alhoewel ook niet veel. Hoor. Ja, en is dat dan altijd goed gebracht? Dat is het dan. Dat, dat wordt dan zo'n beetje... lijkt de Neuf à la Russe bijvoorbeeld. Zo, hè, dat staat dan meestal klaar. Maar een goede toastchampion, dat is voor mij nog altijd... Een van de topgerechten. Reden te meer om het hier te maken. Voilà. Reden te meer dat de mensen het thuis kunnen maken. Als ze toch nergens niet meer kunnen op een goede manier eten, moeten ze het maar zelf klaarmaken. Wat doe je liefst? Kokkies. Kokkies, voilà. Ik ga zitten. Ja. De kokkies schoonmaken. Ik ben geen expert, dus ik ga mijn best doen. Ik ga dat naar goed vermogen doen. Terwijl dat jij kokkies doet, doe ik iets simpelder. Dat is ook nog maar boterhammetjes snijden. Voilà. Maar ik snij dubbele boterhammen. Dus zo'n schone, dikke. Kijk een keer hier. Dat is... Dat mag een homp zijn. Hè? En het beste van alles is dat voor wit brood. Want ja, wit brood wordt zo'n beetje de boosdoener van alle madames en compagnie de dag van vandaag. Maar het wit brood is nog altijd het beste, omdat dat straks perfect onze boter gaat absorberen en onze toast zo lekker gaat maken. Wat doe ik met dat toastje? Gert, ik ga, terwijl dat jij bezig bent, ga ik zoiets toch delicaat doen. Ik ga daar een kleine... inkeping in doen, ja. Omdat ik dan daar een deeltje van mijn garnituur kan inzetten. Zie je dat? Voilà, dat is zo een beetje... Zo'n klein nolletje. Zo. Ja, een vierkantje. Die heb ik niet meer nodig. Hoe is dat met die kokkies? Zo. Ja, dat vind je schoon, hè? Ja. Ik heb die vanmorgen speciaal gaan halen voor u. Ja, dat is fantastisch. En waar haalde jij dan uw toestand en allemaal zo? Ja, wel, ik koop nogal redelijk veel. Alles wat dat schelpen is, koop ik nogal redelijk veel rechtstreeks in Frankrijk. Ik zit uiteraard heel dicht bij de bron. En ik vind dat zij nog altijd een stapje voor zijn op alles wat dat schaal- en schelpdieren, betreft dan bij ons. Wij hebben dan schonere tong en schone tarbot. Ja. Zij hebben meer die oesters, die kokkies, die wulken, al die dingen. Daar zijn zij kampioen in. Het zijn ook de kampioenen van de plateau de Fruits de Mer. Hè. Dat kunnen bij ons niet gemakkelijk vinden. En... Ja. In Frankrijk eten ze dat met kilootjes. Ondertussen ga ik... Oh, ik ga u... Oh nee, ik ga jij dat ook geven aan u. Ik zie dat jij daar goed mee weg kunt. Ik ga een beetje champignons snijden. Ik mag die kokkiekjes even onder water zetten. Ja, graag. Even spoelen dat zand eraf is, hè, want anders... Voilà, de champignon de Paris. Kokkiekjes onder water, super. Dan heb je dat flink gedaan, joh. Maar je moet wel de voetjes afhalen. Hè. Want dat is... Daar heb ik niet alles mee. Ah nee, dat mogen niet. Nee, maar dat al de beste af met een meske. Ah ja, toch. Want als je dat in je mond hebt, dan is het een chiclet, hè. Hier, zie. Gewoon tek afsnijden. En dat is niet leuk. Als je dat dan tussen je tanden krijgt, is dat een beetje... Een kleine extra. Ambetant. Ambetant dan een tand. Ik wil van... Wat dat belangrijk is voor mijn toast, dat is dat ik een grote pan neem. Dus je gaat je toast echt zo in goede boter... Ja. Dat is toch... Ik zit toch altijd in ruzie met... Ja. Nou, nu, je moet altijd, wat het vuur betreft, ken ik echt wel...
Jij zit de champignon hier in van goeie het vuur. Goeie raadgever. Want... Oh ja, we moeten hier staan. Hè. Ah, voilà. We moeten blijven op duur. Oké, okay, ja, super. Ja, 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 maar... Ik ben nog een, op dat gebied een oude Belg. Ik heb ook een inductie gekocht voor privé, maar het is één met draaiknoppen. Want ik wilde niet hebben met die toetsen en die dingen. Oh. Is het grootste voordeel van inductie niet de warmte in de keuken? Dat, Ja, inderdaad. Maar ja. Want dat is voor jullie toch soms in de zomer, moet dat toch... Ja. Alhoewel, ik neem aan dat je goed geairco'd bent. We hebben een damkapafzuiging, maar airco... Nee? In de keuken. Ah, ik weet niet, ja. Dat wordt dus soms 100 graden, denk ik. Maar nu... Ik denk dat jij, als jij op het podium staat, veel warmer hebt dan wij hebben in de keuken. Want dat is toch ook niet onderschatten onder die spotlichten, hè? Ja, maar ja, je werd dat gewend. Maar ja, je werd dat gewend, voilà. Dat is het. En ook... No sweat, no glory, hè? Dat is het. Stefan, wat doe ik hiermee? Gewoon de staartjes eraf, hè? Schoon het staartje hier aftrekken. Achter de kop. Ja, 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 achter de kop. Hopsa! Ja. Goed, jong. Schrakken geen probleem. Je moet toch weten dat ik in de keuken sta vandaag. En dat hebben we niet nodig. Hè? En dan gaan we dan hier schoon, kijk. Die staart, pellen. Hè? Ja, kijk, zelfs. Ja, maar dat is... Het damkanaaltje mee. In één keer, is dat altijd zo? Of? Nee. Dat zijn leuke dingen, zeker als je er veel moet doen. Stefan, uw ketting is knang tegen de micro. Ik weet niet of je daar iets aan kunt doen. Maar... Hola. Het is voilà. Maar... Voilà. Sorry. Geen probleem. Maar aangezien en de mensen thuis weten dat wij voor niks stoppen, moeten we dat even zo. Uiteraard, opzien. Dat moet er gewoon bij, ja. Want anders dan denken de mensen, ja, maar ja, ze hebben niet gevoefeld. Ja. Nu, ik heb het darmkanaaltje niet mee. Hoe halen we dat er nu best uit? Wel, best van al is dan een klein sneetje geven op de rug. En dan ziet het schoon zitten. En ik moet zeggen dat het heel proper was. Zie je? Dus ik heb eigenlijk bijna geen darmkanaal. Ah, oké. Okay. Dus eigenlijk ook alleen maar dat ze wat zwart zie, dat het wel, irritant wordt. Het risico is dat er daar zand en al kan in zitten. Ja, oké. Okay. Voilà, hier onze pan die staat op het vuur. We laten die schoon pruttelen zo. En we gaan daarin onze toast leggen. Die mag eigenlijk vrij vroeg erin. Omdat die toch een beetje moet gaan. Die is een schoon goud. Ja, ja. En die boter, die, ja, ik zie die nu al in die toast zie optrekken. Zie je hem komen? Dat zuigt heel de pan leeg eigenlijk. Hè? Ja. Dus dat geeft ook het voordeel dat je in feite niet zoveel geen saus moet hebben bij zo'n gerecht. Omdat eigenlijk de boter eigenlijk de smaak maakt. Okay. En die gaan nu gewoon rustig op zijn gemak. Voilà. Okay. Ik heb mee verse vijgen. Ik heb mee enoki, gold, voor de mensen die dat niet kennen. Schoon, hè? Het zijn eigenlijk champignonnetjes. Ja. Klein, kleine champignonnetjes. Japan, maar nu gecultiveerd bij ons. Ik heb dan de neef ervan mee. Een beetje groter. Dat is een portobello. En dan natuurlijk de klassieke... Dat is van een fameuze kabouter, deze. Ja, schoon, hè? Dat is bijna plop, hè? Nu, Stefan... Je kunt daar eigenlijk alle champignons in duwen? Ja. Maar het verschil is, als je dus naar de wilde champignons gaat, ja, dat je dan misschien een ietsje te veel karakterchampignon hebt. Terwijl dat je, als je op die champignons gaat, dan kun je heel gemakkelijk ten eerste het hele jaar door dat gerecht maken. Misschien niet met de coquilles, maar toch wel met de langoustine. En bijvoorbeeld zelfs met een harnaaltje of zoiets, als je creatief bent. Terwijl dat je op die wilde gaat... Voor mensen thuis is dat toch altijd een beetje moeilijk, omdat er daar heel veel aarde aan zit. Maar in principe... Maar het kunt. Het kan. Je kunt een toast champignon maken met champignons van alle soorten. Hè, kanterelles, girolles, wat weet ik allemaal. Ja, je hebt een hoorn des overvloeds, trompet de la mort. Doe maar. Hè. Dus, maar wat gaan we nu doen? We gaan misschien die vijgjes... Ga je die... Ik zou die niet pellen. Ik zou die juist een keer wassen, want zoals je weet... Ja. De vijg heeft heel veel voedingscalorieën in de pel zitten. Maar ik ken dat eigenlijk niet, een vijg. Nee? Ja, ik ken dat wel, maar bedoel... Maar je moet dat hebben, dan moet dat is schoon... een hele... Ja, dat is een hele schone eigenlijk hier. Dus ik zou dan denken, oh, die is plat. Nee. We hebben er toch genoeg mee, proef die maar. Ja. Gewoon met de pellen gewoon al, met de pel eraan. Die is perfect op het gebied van suiker. Die is perfect op het gebied van onctuositeit.
Als je hem warm brengt, zoals wij nu gaan doen, is het misschien beter dat je ietsje een vastere hebt. Terwijl als je hem gewoon wil eten, is een zo'n zachte heel goed. Dus ik kan ze even afspoelen? Of is dat al... Ja, dan mag je dat... Nee. Ik heb dat zo gegeven aan u. Je bent toch immuun tegen van alles. Ja, het is goed dat ik ze lekker doodval weet van waar dat komt. Of de champignons of de vijg. Eén van de twee. Ik kan ertussen mijn toast een keer draaien. Zijn jij een man die zo champignons gaat zoeken in de bossen en zo? Ik zou dat heel graag doen. Omdat ik vind dat tof is, hè. Dat is toch iets speciaals. Maar ik ben daar bang van. In de zin van... als je dan de verkeerde mee hebt, dan heb je toch serieus miserie. Ik heb dat maar één keer. Voilà, heet maar één keer die een champignon. Dus ik doe deze in partjes, in vier? Of? Ik zou dat in vier doen, ja. Okay. Dat gaat schoon zijn. Ik ga terwijl die een grote portobello snijden. Kijk, die is super schoon wit. Ja, dat is bijna een soort bijna vlees. Dat is bijna vlees, dus kijk, je kunt dat... Allee, je kunt dat... Dat is schoon vast, je kunt dat perfect snijden. Dat heeft ook heel veel smaak. Onze toast die is op zijn gemakken aan het gaan. Ik ga dat met een lepelje een beetje mijn putteken vullen, hè, want anders... Het is ondertussen een soort beurre-noisette geworden. Hè? Ja, maar die mag. Hè. Dat is, En vind jij dat je geen jus genoeg hebt? Wel, niks. Buiten de... De cholesterol. Ja. Eet weinig boter en geen margarine, zeiden ze, als ik in school zat. En dat is al 35 jaar geleden. Maar ondertussen, af en toe mag dat een keer vettig zijn. Hè? Zo voor de zondag is deze. Voor de zondagsgerecht. Ja, of voor de mensen die veel arbeid doet en zo en al. Hè. Dat is eigenlijk vrij gezond, hè, maar we hebben buiten de boter hebben we toch allemaal gezonde dingen. Dat is waar, absoluut. Dus we moeten ook niet willen heiliger zijn als de paus. Hè. We gaan onze champignonnetjes van dienst gewoon laten gaan. Ja. Hè. En we gaan onze champignonnetjes mooi... Dat is het een ding. Goede... Okay. Ja, champignon, dat mag eigenlijk... Ik weet niet als je erop gelet hebt, maar ik heb ze ook niet gewassen. Mm-hmm. Ik vind een champignon gewassen verliest altijd van zijn impact. Champignon is ook iets dat enorm veel vocht optrekt. En maar dat wil toch zeggen, Stefan, dat het niet nodig ook was in dit geval. Het kan toch zijn dat er soms iets aanhangt? Ja, dan moet het wel doen. Hè. En dat zit een beetje met die wilde champignons, zitten altijd te kloten. Er zit altijd iets van of aarde of takjes of dingetjes. Ja. Dan moet je kiezen of met een borsteltje of met water. En met water doe je altijd verlies. Altijd. Altijd. Dus je zit altijd een beetje... Die worden vochtig en dan kunnen ze niet even bakken. En dan heb je altijd een probleem van, ja... En dan zit het met het zout op champignons? Wat is ik kruid dat op het laatste af. Want met een klein beetje fleur de cel. Dat het vocht verliest dan, als je dat zout erop neemt. Best op het laatste. Okay. Maar ik ben nog een groot voorstander van veel dingen op het laatste te kruiden. Omdat ik vind dat je het moment dat je doorheeft en dat je dus klaar zit met je gerecht, die een koetmoulin, dat zout erop, dat geeft dan een speciaal input. Terwijl als je dat kookt ermee, sommigen zeggen, dan trekt het beter in. Ik denk dat het mondgevoel toch even goed is, als niet beter, als de champignon of de langoustine of whatever het op het laatste krijgt. Ook voor een stukje vlees. Hè. Als je op het laatste beetje die fleur de sel erop legt, dat is formidabel. Hè. Maar daar ook zijn al veel discussies gevoerd. Hè. Vlees op voorhand kruiden of achteraf. Dat is ook zo'n beetje draai dan keren dat je wilt. Als je kruid, verliest je vocht. Hè. Je kunt er niet van tussen. Hè. Voilà, champignons. Ik ga die allemaal tezamen leggen. Ja. Die mogen schoon tezamen gaan. En die mogen, die gaan schoon warm zijn. Die enokjes, die ga ik rauw laten. Ah, ja. Dat is iets heel... Dat is een enokjehout. Dat is iets heel, heel schoon. Ik ga dat heeft wel een aroma. Hè? Een bijzondere geur. Ja. Als je met je ogen dicht zou ruiken, zou je niet denken dat je champignons hebt. Nee, het is een totaal andere... Een beetje zuur, ja. Kan dat? Ja. Je mag ook niet het potje eindelijk maar gebruiken hetgeen dat van bovenuit steekt. Oké, okay, dus de kopjes. De onderkant is zo een beetje op cultuur gekweekt en dat is niet zo specta. Beetje zout, een beetje peper. We gaan daar een klein beetje olijfolie op doen ook en we gaan dat laten staan. Ga jij de vijgjes misschien beginnen bij de toast leggen?
De vijfjes erbij, ja. Ja, ja. Laat die maar gaan. Die gaan, hè? Die gaan schoon pakken. Kijk, dat is ook zoiets. Hert, champignon de Paris. Dat is jaren verdoemd geweest. Hè. Dat was een gewone champignon, vulgair. Je kon dat vinden in conserve, je kon dat vinden in pottenkust. Het moest altijd een speciale zijn. En wel, ik vind dat nog altijd een van de beste champignons dat er is. Dus de gewone... De champignon, ja, laat ik daarbij zeggen. Blonde, een champignon blanc, champignon de Paris. Super, hè. Ja. Bieslook. We gaan dit in bieslook snijden, maar niet zo fijn. Dus zo mooi dan zo'n een centimeter houden. Ja. Okay. Ondertussen hak ik mijn peperjuntjes. Ik heb die hier eens gelegd. Voilà. Gebruik je dat veel, peperjuntjes? Of jonge ui, of wat dat ook maar is? Nee, eigenlijk niet, nee. Nochtans, dat is lekker, hè? Ik hoor altijd Gwen, die bij ons Vietnamees kookt hier op Nian, die zegt altijd dat dat zo goed is voor de slanke lijn. Maar de ontgaan mij altijd een beetje wat ze daarmee bedoelt. Ja. Blijkbaar vallen ervan af. Allee, ja, misschien moet ik het meer eten. Het zou misschien mijn lijn te goede komen, Stefan. Misschien, ja. Maar dat weet je niet zelf. Daar heb je nog niks van gehoord. Nee, ik heb daar nog niet van gehoord. Ik vind, ik ga eerlijk zeggen, mensen koken, moeten altijd koken voor de slanke lijn. Ik weet het niet, hè. Nee, maar stel nu dat er iets is wat super lekker is en dan ook nog goed is voor de lijn, ja. Dat is natuurlijk... Dan is het meegepakt, natuurlijk. Dat is het meegepakt. Maar bij mij is het meestal zo, hè. De dingen die ik echt graag eet en lekker vind, is... Dat is niet goed. Nee. Maar hetgeen dat we nu doen, is ook niet goed. Ik ga het groen van de peperjuin bij mijn vijfjes doen. Ja. Die toast, dat ziet er dus zo... Is zo schoon, hè. Kijk, en wat dat belangrijk is dat hem aan de onderkant croustillant is, omdat hem dan traagt. En dat hem hier moelleux is. Voel maar een keer, dat is zo... Ja, maar... Niet normaal lekker. Voilà. Champignonnetjes, vijgjes, toast, het groen van de peperjuin. Misschien gaan we nu beginnen aan ons langoustientje en onze coquille, want die moet ook nog gehaard worden. Hè. Heb je geen pannetje ervoor? Ik heb dus te zien wat jij voor een pannetje... Teefalken, hè. Iets, ja, dat misschien, hè. Dat is groot, hè. Is dat niet... Ja. Deze groot? Ja. Denk ik... Ah, dat is... Ja, verrassen. Ik ken het hier al beter. Ik hou van kleine pannetjes. Ik vind dat altijd leuk. Dus die zijn eigenlijk klaar, hè? Die zijn quasi klaar. Juist afkruiden. Wat gaan we nu nog gaan doen? Ja. Is dat... Ken je dat? Nee. Boekweekraadjes. Ik dacht dat grind was van op een oprit. Ik heb geen oprit. Oké. Ik ga dat een beetje... En dat gaat zo'n... Dat is lekker. Ja, maar is dat nootachtig of... Graantjes, boekweitgraantjes. Heel bekend in Nederland. Gebruiken ze veel voor... En dat gaat zo'n beetje croustillant blijven? Dat gaat croustillant blijven. Dat gaat een beetje karamelliseren hier in de boter. Croustillant blijven. Ondertussen is onze boter warm. You have the honor. Ja, maar ja. Doe maar, leg ze er maar in. Alles samen? Ja. Dat zijn allemaal dingen die heel kort moeten, hè? Ja, dat is inderdaad. Niks is er verschrikkelijker als een coquille, als een Sint-Jacobsnoot of coquille Saint-Jacques of een langoustine die te veel heeft. Maar we gaan die toch een tikje geven, want anders de mensen thuis, als die dat allemaal op plaats moeten doen, dan zijn die toch een klein beetje... En we gaan die ook niet zot laten kapot koken. En eindelijk, je mag die schoon laten gaan op de ene kant en dan op het laatste draaien. Dat geeft dat dan, anders krijg je zo'n structuur van heel moeilijk te controleren. Dan heb je er rap te veel. Je hebt uw bieslook, we gaan dat dan
Dat gaat zeker genoeg zijn. Ja, God, wie zegt dat? Verwacht hij nog volk misschien? Ik ben ook iemand blijven snijden. Ik denk, ja, zolang dat er niemand iets zegt, snij ik voort. Dan doe ik ook niks anders verkeerd, hè, Stefan. Dat is, Champignons en citroen. Ja? Dat is de perfecte mariage. We beginnen look gebruikt bijvoorbeeld. Bij champignons wordt dat ook vaak gedaan, ja. Bewust. Ik ben geen zo'n lookfreak. Ah, oké. Ik vind dat dat altijd een beetje... Overheerst? Ja, dat is toch smaakbepalend. Mm-hmm. En zeker voor... iedereen is er ook niet zot van. En als je dan... Ja... Ik ben... In sommige gerechten kan je niet anders, maar dat vind ik niet altijd. Heeft hij in zijn oordeel. Mmm, superlekker. Is goed, hè? Ja, dat is heel goed. Dus ik had vroeger een klant die gastronoom was en die kwam altijd bij mijn ma nog in de tijd. En je moet weten dat mijn moeder en mijn grootmoeder kokin waren. En mijn ma die deed een steak champignon sauté. Dus dat was een biefstuk. Juist met champignons op, in de boter gebakken en dan met citroen en gehakte peterselie over. Pff, dat is om... halleluja te doen, hè. Maar ook dat, om dan nog over ergens te kunnen eten, allemaal niet... Ik maak je veel lawaai, sorry. Nee, absoluut geen probleem. Ah, maar ik heb hier een bord. Ja? Ik dacht dat ik moest een bord hebben. Ah, ja. Ik had u niet begrepen, hoor, juist, want ik was in... over die stik. Ja, dat zo'n simpel dingen zijn, eigenlijk, op zich. En dat de dingen zijn die nog zo moeilijk overal ja, te eten. Ja, inderdaad, maar bon. Dat is natuurlijk een... iets dat... de mensen, ja... Ik weet het niet. Komt dat niet terug allemaal ook niet op een gegeven moment? Ik ga het eerlijk zeggen dat ik het hoop. Want ik wil graag op restaurant gaan, maar ik wil graag, dat gezegd, weten wat ik eet. En genieten aan wat ik proef, dat het niet te complex is. Bon. Ik ga mijn toastje uithalen. Ja. Lukt dat? Ja, perfect. Perfect. Ik ga die zo schoon zetten. Ik ga die feestjes een beetje... Ik kan er zo eens eentje uitpikken. Ah ja. Dat is misschien niet echt typisch van bij ons, maar toch vinden ze dat bijna overal. Hè. In de periode van. Ja, en nu proef ik die boekwijd dingetjes erbij. Ja. Dat is wel leuk, hè? Ja. Dat geeft zo'n beetje een crunchy style. Een beetje over hem. Maar dan snijg je altijd goed door. Ik ga die hier leggen, maar ik ga dat nog eventjes deglaceren. Voilà. Oké, wat denkt de Gert? Ja, ik zou denken, liggen die er nou al niet heel lang in? Nee, voel maar. Die zijn zelfs nog niet warm. Nee. Dus wat... En die zijn nog niet zwart van onder? Die zijn schoon, kijk. Ah, ja. Zie je dat? Die zijn schoon, want anders, hè, als je dat al gedraaid hebt, hè, nu hebben we er perfecte controle over. En op het moment dat we dat dan erop gaan leggen, gaan we dit nog een keer draaien en dan met de gebakken kant van boven leggen. Hè? Maar wat ik nu eerst ga doen, dat is terug een beetje power geven op mijn veeg toastpannetje. Ik heb hier een klein beetje peperjuin ook. Dat is voor de slanke lijn. Ja, het is zo. Ja, maar ik geloof dat best. Waarom niet? Ik geloof het niet, maar goed. Ik zou het heel graag geloven, maar... En dan ga ik nu dat citroensap met een klein beetje boter om volume te hebben. Ondertussen gaan we die in de toast leggen. Te maken dat we een beetje zuur hebben. Ja. Die gaan we draaien. Mm-hmm. Toen je zei, we gaan een toast champignon maken, ja. Had ik me toch iets anders voorgesteld, Stefan. Maar deze is niet slecht. Wel, dat maakte eigenlijk van een vrij... traditioneel, klassiek gerecht. Toch iets
dat je een keer kunt uitpakken. Zelfs al komen er mensen eten. Hè. We gaan dat... Voor de pittigheid, en dat mag rauw. Wat hebben we nog? We hebben nog... Misschien een beetje kervel, maar dat is altijd leuk. En we hebben nog onze enokkies. En waar hebben wij die gezet? Die zijn gaan wandelen. Nou, daar. Hè. Nee, die in dat potteke. Ah, hier. Ah, je hebt ze gepakt. Ik dacht dat ze nog... Eigenlijk hebben we die nog niet gebruikt. Ik had die er al opzij gezet. Voilà, zeg ik. Ah, maar dat is wel schattig, hè? Ja, hé. Dat is zo'n leuke finishing touch. Ja, hé, dat mag dat hebben, hè. Ja, goed, dat sprankelt allemaal goed niet op. Dat is zo goed. Wij moeten het even opeten, hè, Stefan. Dus je moet niet te zuinig zijn met alle ingrediënten. Voilà. Taxke dus gewoon opzij. Voilà. Ongelooflijk, maar waar. Klaar. En ja, kondig hem even af. Hè. Wat hebben we vandaag gemaakt? Laten we zeggen, de toast champignon royal. Dat mag gezegd worden, ja. Dus we hebben eigenlijk die klassieke toast champignon in een nieuw kleedje gestoken. We hebben dat allemaal met zeevruchtjes gebracht, wat dat zeer lekker is. Toetsje van zoet met de vijg. En dan die champignonnetjes die niet alledaags zijn, zoals die enoki en die portobello. Die geeft de knipoog. En voor de slanke lijn. De lente-ui. Smakelijk eten. Ja, en zie thuis dat u niet te veel afvalt van het eten van dit gerecht, want het is een echt dieetgerechtje. Als u het wil klaarmaken, surf naar njam.tv. Daar vindt u dit recept en uiteraard ook alle andere Njam-recepten terug. Dank je wel voor het kijken, Stefan. Dank je wel voor de zeer aangename medewerker. Ah, dank je wel. Je wordt meer en meer een sous-chef in plaats van een commis. Ja. Ik doe mijn best. En u thuis natuurlijk. Graag tot de volgende keer. Dag. Voilà, ze zien een keer. Dat is goed, hè? Ja, en dat is allemaal zo'n toast in de boter gebreid. Dat kan wel graag zijn, jongens, toch?